Hallo, goedemorgen iedereen of goedemiddag. Ik ben nog eens terug om een kleine video voor jullie op te nemen. Je hoort het misschien, maar ik ben licht verkouden. De kinderen hebben het meegebracht van school natuurlijk. Dat is elk jaar opnieuw. In september, maar tegelijkertijd helpt dat ook weer om bewust te zijn dat we meer en meer eigenlijk mogen rusten en mogen luisteren naar ons lichaam. Nu, dat is eigenlijk niet de boodschap die ik wil meegeven. Maar tegelijkertijd zeggen ze mij ook dat ik moet vertellen dat het belangrijk is om de grondingscode regelmatig aan te passen de komende weken. Omdat de 3D-realiteit met de winter die hier aankomt, dus de verandering naar de herfst, dat heel wat fundamenten nog weer meer gaan gaan getest worden op hun stevigheid. En dus fundamenten die gemaakt zijn vanuit macht en controle gaan meer en meer hun kracht verliezen. Fundamenten dat je gemaakt hebt in je leven die vanuit liefde zijn, die vanuit passie zijn, die vanuit eenheid zijn, vanuit harmonie, die gaan zien dat die meer en meer vrucht gaan beginnen dragen. Dat is de boodschap die ik nu hoor. Nu, wat ik verder ook met jullie wil delen, is eigenlijk ook naar aanleiding van een post dat ik gemaakt had op Instagram en Facebook deze morgen. En dat is eigenlijk dat groeien eigenlijk ook hulp vragen is. Groeien is, of een deel van groeien, is ook weten wanneer je door mensen jou mag laten helpen. En eerlijk gezegd, voor mezelf was dat een hele harde les. Het was eigenlijk maar pas wanneer dat ik het doorhad, dat ook heel veel zaken voor mij zijn beginnen verschuiven. Want tenslotte, als eerstgeborene van vier kinderen, was ik het gewend om voor mijn broer en mijn zussen te zorgen. En er was eigenlijk wel altijd iemand in mijn leven, terwijl ik aan het opgroeien was, die mijn aandacht nodig had, of die luisterend oor nodig had, of die advies kwam vragen, of die aandacht en liefde of verzorging of wat dan ook nodig had. Dus en dat was eigenlijk een beetje de harde les van letterlijk het opgroeien. Want uiteindelijk, toen mijn moeder in mijn eerste jaar bachelor van psychologie, toen dat zij ziek werd, kreeg ik het zwaar. Ik was gewend om haar taken eigenlijk een stukje over te nemen wanneer dat zij uit was door ziekte of wanneer dat ze toen helemaal in het begin nog ging gaan werken. En nam eigenlijk haar taken als moeder een stukje over. Maar daardoor had ik natuurlijk minder tijd en minder energie vrij voor mijn studie. Zeker in die periode. Of gewoon zelfs tijd om voor mezelf om meer op te laden. Dat is eigenlijk ook iets dat ik de laatste jaren maar geleerd heb en ontdekt heb over mezelf. Dat ik echt op regelmatige basis tijd voor mij alleen nodig heb om op te laden. Net omwille van het feit dat mijn energie vaak naar anderen toevloeit om hen te helen. En ook gewoon door de dingen die ik doe, door het transformatiewerk dat ik doe natuurlijk. Maar dus toen wist ik dat nog niet en ik bleef sterk. Maar ik had geleerd om te blijven doorgaan in het leven, ongeacht wat er ook gebeurde of ongeacht waar je eigenlijk doorheen ging. Ondanks het feit dat mijn lichaam meerdere keren heeft laten zien dat ik meer tijd, meer ruimte, meer rust nodig had. Maar eigenlijk luisterde ik niet zo, omdat ik sterk was. Tenminste, dat dacht ik. En ik dacht en zei tegen mezelf van ik kan dit, ik ben niet zwak, ik ben sterk en ik kan dit aan. En dat maakt die gedachte alleen al dat ik jarenlang mezelf heb uitgeput. Niet alleen mijn fysieke lichaam, maar eigenlijk nog meer mijn energie, mijn eigen levenskracht. Gaf ik veel te veel weg aan anderen. En toen wist ik natuurlijk nog niet dat ik een healer was. Ik ga eventjes wisselen van hand. Dus toen wist ik nog niet dat ik een healer was. En ik wist al zeker niet dat eigenlijk mijn energie anderen genas door gewoon bij hen in de buurt te zijn. Ik wist niets van healing, ik wist niets van energiewerk. Zelfs het feit dat ik een tweelingvlam was, wist ik eigenlijk niet bewust. Maar mijn ziel wist dat natuurlijk wel allemaal, ja, logisch. Alleen op dat moment wist ik nog niet hoe daarmee in verbinding te komen, hoe daarnaar te luisteren, hoe ermee samen te werken. Dat zijn nu natuurlijk allemaal dingen die ik weer herinner en dat ik weer weet hoe dat ik moet doen, dat ik dagelijks doe, dat ik geleerd heb aan mijn kinderen en dat ik ook leer aan iedereen die met mij samenwerkt, of heel kortweg iedereen die het wil horen. Maar dus snel vooruit, in 2008 werd mijn zoon geboren en ik dacht
dat de dingen positief zouden veranderen. Maar eerlijk gezegd werd het eerst erger vooraleer dat het verbeterde. Ik werkte in een wisselend uurrooster als politieambtenaar. Ik liep ook regelmatig wachten als slachtofferbejegenaar en als lid van dienst jeugd en gezin. En die onderbroken nachten, enerzijds door mijn werk, maar anderzijds ook door mijn baby, door mijn zoon, want hij was geen zo goede slaper. Maar nu weet ik ook dat mijn onrust ook zijn onrust veroorzaakte. En dan later sliep ik uiteindelijk niet meer door de stress en eigenlijk door gewoon het letterlijk uitgeput zijn op elk vlak. Dus dat maakte dat ik op den duur, laat dat zeggen tussen 2008 en uiteindelijk 2013, voortdurend ziek was. Er was eigenlijk geen enkele winter dat ik niet ziek was. En uiteindelijk werd het zo erg dat ik zelfs ook in de zomer ziek werd. Met hevige keelontsteking en nog meer. Wat dat natuurlijk betekende dat ik moest mijn waarheid beginnen spreken en boodschappen delen, zoals ik nu doe. Maar dus uiteindelijk, ik werd constant ziek, maar ik bleef toch doorgaan. Want ik was krachtig, ik was sterk, ik was niet zwak, ik gaf niet toe. Totdat ik uiteindelijk gecrashed ben in 2013, ik kon echt niet meer. Ik was echt een schim van wat ik oorspronkelijk, of van wie dat ik nu zelfs ben. En ik had een burn-out, maar eigenlijk een burn-out die het resultaat was van een bore-out. Waardoor dat ik eigenlijk later ontdekt heb dat ik mij gewoon ben beginnen vervelen in het systeem waar ik in zat en de dingen die ik op dat moment aan het doen was. Maar ja, het was een goed betaalde job. Dus je wordt geleerd om daarbij te blijven. En zeker al een job voor de overheid. Die geef je niet zomaar op. En mijn eigenlijke ontwaken was eigenlijk in 2008. Dus 2 dagen na de geboorte van mijn zoon. Maar het duurde nog 5 jaar voordat ik eigenlijk naar mijn lichaam geluisterd heb. En mezelf ben beginnen afvragen van wie ben ik dan eigenlijk? En wat kom ik hier eigenlijk doen? En wat maakt mij blij? En wat vind ik leuk om te doen? En dat is ook dan dus in 2013 eigenlijk de eerste keren dat ik mij door anderen ben laten helpen. In die zin ben ik bijvoorbeeld poetshulp gaan beginnen inschakelen. Omdat ik gewoon geen energie over had om mijn huis te poetsen op dat moment. En tegelijkertijd frustreerde het mij omdat ik dat niet kon doen. Wat ben ik ook nog gaan doen? Yoga kwam eigenlijk op dat moment constant voor me heen. Ik kon er eigenlijk niet meer aan ontsnappen. Het bleef ook constant in mijn gedachten en mijn hoofd hangen. En dat waren eigenlijk de eerste stappen die ik gezet heb om mezelf weer te leren kennen, weer te gronden, weer sterker te worden, mezelf te healen en zo verder. Omdat ik dat eigenlijk op dat moment ook realiseerde, dat hulpvragen eigenlijk een teken was van kracht en wijsheid. En niet van zwakte, zoals dat we het eigenlijk, of ik toch tenminste, een stukje geleerd had, overgenomen had, van wie en waar, hoe dan ook. En dat is het punt eigenlijk in mijn leven die het mogelijk heeft gemaakt om te zijn waar ik nu uiteindelijk ben. En ik heb ook nog obstakels te overwinnen, want uiteindelijk spirituele groei en groei als persoon blijft doorgaan, maar de lessen zijn anders. En door de tools die ik geleerd heb, en zeker nu door ook te werken met de vlammen, dan is het veel gemakkelijker om doorheen die blokkades en die lessen heen te gaan. Nu, weten en begrijpen dat alle obstakels, alle uitdagingen die op je pad komen, ook weer te maken hebben met spiegels van hoe dat je in balans bent. Ik merk ook bijvoorbeeld dat door het feit dat mijn kinderen nu opnieuw naar school gaan, wat dat voor hen op dit moment de beste keuze was, en dus geen huis om ermee te volgen, dat ik voor een stukje ook gefrustreerd was, omdat ik eigenlijk het gevoel had dat ik weer wat controle verlies. In die zin dat ik eigenlijk terug weer een stuk meer in het systeem moest stappen. En bijvoorbeeld moest wakker worden met de wekker en zo verder. Maar op het moment dat je leert dat je ook daar binnen ook weer mogelijkheden en keuzes hebt, dat helpt om het leven ook weer nog meer vanuit dat hogere bewustzijn te gaan aanlopen, aanvliegen. Nu, het ervaren van onvoorwaardelijke liefde en ook het hebben van mijn tweelingvlam in mijn leven, dat helpt mij ook natuurlijk. Omdat ik weet dat er iemand is die me begrijpt, zonder veel woorden te moeten gebruiken. Maar die ook naar me luistert, die mij ook op mijn plaats zet wanneer dat nodig is. En die eigenlijk, laat ons zeggen, van mij houdt zoals dat ik het nodig heb. En nee, dat betekent niet zoals dat ik denk dat ik het nodig heb.
Want vaak doet hij dingen, of zegt hij dingen waar die mijn eerste instantie triggert en dingen spiegelt. Maar dat geeft me tegelijkertijd ook weer de kans om weer verder te groeien en nog sterker en krachtiger te worden. En nog meer in mijn licht te gaan stappen, nog meer in mijn kracht te gaan stappen. Dus, en dat zijn allemaal zaken die ik jou ook toewens. Dat is eigenlijk de grootste reden van deze video, dat de boodschap is, groeien is hulp vragen. Groeien, een deel van groeien is weten wanneer je door mensen mag laten en moet laten helpen. En dat wens ik jou ook toe, dat je de kracht en de moed vindt om je leven te veranderen. Zeker als je niet blij en gelukkig bent met hetgeen hoe dat nu allemaal loopt. Of dat je voelt dat er zoveel meer mogelijk is dan wat je nu eigenlijk maar kan en mag ervaren. Dus wat jij mag doen, is kiezen voor jezelf en voor je diepste verlangens. Voor die wants, voor die wensen die in jou liggen te borrelen. Die klaar zijn om naar buiten te komen. En enkel alleen gewoon omdat je het waard bent. Meer hoef je daar zelfs niet voor jezelf voor te verantwoorden. Je bent het gewoon waard. Niets meer is nodig. En daarom nodig ik je ook uit om, als je daar zin in hebt en als je voelt dat je er echt klaar voor bent en je resoneert met mijn energie, om met mij samen te werken. Je hoeft mij niet te geloven, maar als ik zie, en dat is ook de reden waarom dat ik blijf doen wat ik doe, maar als ik zie welke impact dat samenwerken met mij en de vlammen, want het gaat niet over mij alleen, het gaat over met de energie waarmee ik verbonden ben natuurlijk. En het feit dat ik spiegel waar dat jij zelf de dingen nog niet ziet, dat maakt ervoor dat de klanten die met mij samenwerken enorme diepe transformaties doormaken en echt in een kracht kunnen stappen. En ja, het klopt, nadien zijn er ook nog zaken dat ze verder moeten aanwerken. Maar zo ben ik ook. Ik bleef ook constant verder ontwikkelen, verder groeien, verder lessen leren. Maar eenmaal dat je het vertrouwen hebt dat je het kan, dat je weet hoe je het moet doen en dat je weet hoe je met die universele vlammen kan gaan werken, dan heb je zo'n krachtige tool in jou dat je eigenlijk niemand meer buiten jezelf nodig hebt. Net omdat je de verbinding met jezelf en je gidsen hebt hersteld. En eigenlijk alle antwoorden die in het begin via mij komen, die komen dan eigenlijk gewoon, ontvang je eigenlijk gewoon rechtstreeks zelf. En dat is ook de boodschap dat ik kreeg van de goddelijke vlammen, of de universele vlammen, voor vandaag. Er is geen scheiding tussen jou en de ander. Je bent één. Ik weet nu niet of jullie dat ook goed kunnen lezen, wat een spiegelbeeld is. Maar dus de boodschap is, er is geen scheiding tussen jou en de ander. Je bent één. Dus, en als je, hoe meer dat je van daaruit in het leven staat, hoe meer dat je ook gaat zien hoe dat je de realiteit eigenlijk als een routeplanner, als een routemap, als een schatkaart kan gaan gebruiken om te weten wat dat jou te doen staat om verder te groeien, om weer stappen te zetten, om je wensen en je dromen aan te trekken. Als je dat wenst en wilt met mij samenwerken, klik op een van de linkjes hieronder en dan zien we elkaar binnenkort. Dag!